Nou, kunnen we beginnen. mensen achterin, bij de grote tafel. Zijn jullie er ook weer klaar voor? Mogen jullie weer naar voren komen? Is er nog een rij voor het toilet? Nee. Nou, ja, stemadviseur is er ook, is ook wel fijn. Ja, ga jij papiertjes zoeken. Dit is natuurlijk weer zo'n spannend moment. En nu ga ik weer even iets anders vertellen. Want we zijn hier, zoals jullie hopelijk al hebben gezien, in leeszaal Rotterdam-West. Ik mag hier gelukkig al ongeveer 2 jaar vrijwilliger zijn. Ik ben hier iedere zaterdag. En hoewel we op zich al redelijk een begrip zijn in Rotterdam, zijn er ook nog steeds mensen die hier voor het eerst komen. En als ik er dan op zaterdag ben, dan komen die mensen naar me toe en die vragen dan van, nou, wat is dit en hoe werkt dit? En ze zijn altijd heel erg verbaasd als ik zeg, je kan hier boeken pakken en die kan je meenemen naar huis. Die hoef je niet te registreren, je hoeft er niet voor te betalen. Je kan ze meenemen, je kan ze thuis laten, je kan ze weer terugbrengen, je kan ze doorgeven aan iemand anders, wat je ook maar wilt. Mensen zeggen dan, echt? Mag dat echt? Hoef ik dat niet ergens op een lijstje te zetten of moet ik niks betalen? Nee, je mag het gewoon echt meenemen. Dus ook jullie, als jullie straks nog even lekker blijven naborrelen, zonder alcohol dan, dan kun je dus even naar de boeken kijken. Oh, we hebben wel bier. We hebben bier. Dat mag ik niet zeggen. We hebben geen bier. Waar was ik? Bedankt. Naborrelen. Heel goed. Dan kun je dus gewoon even lekker naar de boeken kijken. En als je wilt kun je dus een boek meenemen. Stel nou, je hebt heel veel boeken ook nog thuis. Waarvan je denkt, ja, die lees ik eigenlijk niet meer. Dan mag je ze ook komen brengen. Want dan hebben wij weer mooi nieuw materiaal voor in de boekenkast. Applaus voor de leeszaal. Oké.